Tucker on Twitter krijgt meer views dan Amerikaanse mainstream televisie. Het eerste Tucker on Twitter programma met een 10 minuten column door oud Fox News presentatie Tucker Carlson vanuit zijn huiskamer werd meer dan 120 miljoen maal bekeken. De column behandelde de schuldvraag na het breken van de Kakhovka-dam in Zuid-Oekraïne. De vervolgprogramma's kregen eveneens een publiek van tientallen miljoenen. Kijkcijfers stijgen ver uit boven de van de dominante cable nieuwsprogramma's. Wat is er zo bijzonder aan deze programma's? Beleven we de trage ondergang van klassieke televisie? Op 24 april werd de controversiële en populaire Fox News presentator en columnist Tucker Carlson per direct ontslagen. Politiek commentator en auteur Tucker Carlson uit 1969 presenteerde bij Fox jarenlang de nieuwsshow Tucker Carlson Tonight tussen 2016 en 2023. Hij koos stelling tegenover de Oekraïneoorlog, hij keerde zich daarvoor al tegen de Irakoorlog en coronamaatregelen en verdedigde oud-president Trump. 2 weken na zijn plotselinge ontslag op 9 mei kondigde Carlson in het 2 minuten durende Twitter-filmpje We Are Back aan dat hij zijn programma op Twitter een doorstart zou laten maken. Het hart van Tucker Carlson Tonight was naast interviews altijd zijn column met politiek commentaar over een actueel onderwerp. Zeer vergelijkbaar met wat ik hier nu doe, maar met een miljoenenpubliek. De presentator toonde aan dat hij daar geen geavanceerde opnamestudio voor nodig heeft en het uit zijn huiskamer kon doen. Fox News reageerde met een brief waarin ze eisten dat hun ex-werknemer gezien de ontbindingsvoorwaarden in zijn arbeidscontract zou stoppen met de nieuwsshow op Twitter. Carlson, advocaat, reageerde direct. Tucker zal door niemand het zwijgen worden opgelegd. Hij is een bijzonder belangrijke stem over zaken van algemeen belang in ons land en dat zal zo blijven. Sinds 7 juni verschenen er 4 Tucker on Twitter columns van ieder tussen de 10 en 15 minuten. Zijn eerste programma ging over de schuldvraag bij de doorbraak van de Kakhovka-dam in Zuid-Oekraïne. Carlson wees op het feit dat de Oekraïners al eerder bezig waren geweest met plannen om de dam te breken en dat de Russen gezien de zoetwatervoorziening aan de Krim, de verantwoordelijkheid voor de Zaporizhje kerncentrale en de enorme schade in het door hun gecontroleerde gebied het meeste leden door de dambreuk. Tucker's politieke retorica is doorspekt met humor over de good guys en de bad guys in deze oorlog. Het programma werd 120 miljoen keer bekeken en dat is een veelvoud van wat populaire Amerikaanse nieuwsprogramma's aan kijkcijfers halen. Het tweede programma ging over de zware taboes in Amerika waarvan hij er enkele behandelde. Hij spitste dat toe op het begrip white supremacy en het fenomeen pedofilie. Hij ladeert zijn columns met korte nieuwsflitsen en geeft daarop een reflexief commentaar. Het is verrassend dat Tucker voor een dergelijke theoretische column bijna 60 miljoen kijkers weet te trekken. In het derde programma over het strafproces tegen Donald Trump poneerde hij de brutale stelling dat het strafproces tegen de oud-president niet alleen politiek gekleurd was, maar het resultaat van een politieke media die verbonden is met deep state en het militair-industrieel complex. Kandidaat Trump moet volgens hem weg, omdat hij zich tegen de oorlog verzet. Ze trachten Trump eruit te halen voordat u op hem kunt stemmen. Het programma trok wederom bijna 100 miljoen kijkers. Het vierde programma begon met de controverse over een banner bij Fox News. President Biden en presidentskandidaat Trump worden naast elkaar in beeld gebracht met daaronder de bannertekst. Wannabe dictator speaks on the White House after having his political rival arrested.
De uitzending veroorzaakte een storm van protest in democratische kring. En Fox News bood daarop haar excuses aan voor de bannertekst. Tucker behandelt het incident met subtiel gevoel voor humor en relativering. Mijn eigen positie in dit debat mogen duidelijk zijn. Ik ben niet van de politieke kleur van Donald Trump of Tucker Carlson. Ik kom uit een progressieve denktraditie, een traditie waarin links nog vrijzinnig, creatief, opstandig en zelfkritisch mocht zijn. Een traditie waarin links niet de slaafse volger was van het farmaceutisch-industrieel complex en de coronadictatuur. Een traditie waarin links niet de oorlogshitsende, nuttige idioot van de NAVO en het militair-industrieel complex was. Het succes van Tucker on Twitter lijkt een hoopvol teken om ons te bevrijden uit de knellende greep en de dagelijkse propaganda van de mainstream media. Een belangrijke vraag is of met deze nieuwe trend het einde van de almacht van de kabelnieuwswerken in zicht komt. Want de toekomst voor het politieke debat en de kritische meningsvorming loopt via sociale netwerken en de groeiende mogelijkheden van het internet.